naar een nieuwe aflevering van Minecraft Modded Survival. En ik kan nou inzoomen. Het gaat met de control trouwens. Vandaag gaan we proberen verder te komen met bepaalde mods. Ik heb al een paar dingen klaarstaan. We beginnen maar eerst met de wekelijkse Lucky Block. Neerplaatsen en openbreken. Free Diamond. Mooi zo. Eerst even afbreken. Oké. Dit even opruimen. Maar vandaag gaan we ook een hartverzakking krijgen. Want we gaan. Van vorige aflevering gaan we een stable ingot maken. Wat je maakt met de Division Sigil, by the way. Dat is met 1 diamond. En een iron ingot. Zo. Dan heb je een stable ingot. Die explodeert binnen 10 seconden. Maar je moet ze in een normale crafting table maken. Daarom had ik hem ook in mijn inventory. En 1 obsidian hier. Want je moet hem natuurlijk meteen gebruiken. En ja. We gaan iets leuks maken. Go. En daar hebben we. Ja. Dit is nou een bullerswand. Ja. Ik wou het eigenlijk eerst uitleggen, maar ja, ik heb geen zin in explosieven. Dus erg leuk. Want ik pak even wat cobblestone, kan ik het even uitleggen. Nee, zo. Okay. Kijk, ik plaats één cobblestone gewoon hier. Met de bolderswand heb je dit dus. Als ik er naar kijk, heb je er één. Maar deze bolderswand kan tot 9 tegelijkertijd bouwen. En dat is dus heel handig. Doe jij eens niet. Zo, wat onbeschoft was dat. Maar dat is dus eigenlijk de boulders, want het helpt je eigenlijk een heel stuk veel bouwen. Dat is 9 keer zo snel, dus dat is wel erg nice. Dus dat is al gedaan. Dit kan weer weg dan. Een crafting table. Meh. Ik heb ook niks beters te doen. Vandaag gaan we ook proberen verder te komen met Applied Energistics 2. Dat ja, is nogal een best wel grote mod. Dan kan ik. Ja. Dan heb ik in ieder geval geen kisten meer nodig, laat ik maar zeggen. Maar hoe dan ook, je moet eerst een zeldzame Charged Surtus Quartz hebben. Je hebt een hele kleine kans dat je die tegenkomt in de. Gewoon ondergrond. Die pop je in het water met 1 Nether Quartz en 1 Redstone. En waarom? Weet ik niet, maar in ieder geval. Dit wordt het Fluix Crystal. Meh. Hiermee. Ik ben best wel nieuw met de mod eigenlijk. Ik heb echt geen idee wat ik hiermee moet doen eigenlijk. Want uit mijn hoofd gezegd niet. In ieder geval, dit moet ik maken, de charger. Daarmee kan ik ze zelf maken. Charged Surtus Quartz. Daar heb ik iron voor nodig trouwens. 5. Oké, daar. Op. Heb eens. Charger. Wacht. Die dump ik gewoon daar. Het ding heeft voor mij wel RF nodig. Redstone Flux. Maar ja, ik heb geen idee wat voor generator ik daarvoor kan gebruiken. Weet je wat? Ik ga dat gewoon even opzoeken. Wat is best wel de beste. Kijken. Misschien kunnen we de culinary gaan doen. Want maakt RF van eten. Ik vraag me niet hoe, maar het gebeurt. Oké, dan moeten we een piston furnace eerst hebben. Een beetje cobblestone eerst. Een furnace alvast. Dus die hebben ook best wel weinig iron eigenlijk. Maar binnenkort gaan we minen. Hoe dan ook. Redstone daar. Dat daar. Andersom bedoel ik. Dat daar. Even 3 hout. Oké. Piston. Furnace. Redstone daar. Zo? Nee. Iron? Ja, dat was hem. Ik heb echt het geheugen van niks.
hoe dan ook. Is het zo? Zo. Oké. Oké. We hebben zeer binnenkort energie. Dat dubbel wel wat kerosine. Doet er wel aan over, 20 per tik. Dat duurt dus ongeveer 1 minuut. Nog wat dus. Althans, in het totaal heeft het dan 39.620. Langzaam komt het er een beetje bij. Mooi zo. In ieder geval, ik pak dus gewoon een Surtur's Quartz. Ik douw het erin. Wacht heel even. Oké, charged. Shocking. Oké dan. Dat ook alweer gedaan. Dan moet ik eigenlijk een beetje het begin weten van Applied Energistics. Voor heb ik. Gewoon even op de, bij de mod. Eens kijken. Ik krijg gewoon koppijn als ik er naar kijk. Dit. Oké. Het zal wel. Hoe dan ook. Waar staat die? Hier moet ik even mee beginnen, dat weet ik wel. Oké, dan 3 kwarts. Steen. Meer. Zo. Pak ik vast dat. Zo. En dan. Oh, dan moet dit op in. Oké. En waarom wil het niet werken? Nou ja, voor mij moest dit smooth zone zijn. Kijk voor de zekerheid. Ja. Hop, een beetje sneller. Beter. Dat is geen crafting table. Er is quartz grindstone. Wat daar dumpen. Nou, alleen. De vrees heb ik daarvoor nodig. Of zo'n wooden gear of zo. Of. Oké, ik probeer uit mijn hoofd te doen. Net een stokje meer nodig. Ha! Ik wist het. Zo. Nou moet ik de MI-stuff zelf hebben. Althans, dat is die kist dus. Oh ja, processor, wat was het? Inscriber, dat was het. Dat mis ik nog. Oké. Twee sticky pistons. Nog meer pistons. Godverdamme.
ook. Week ook al een trucje. Ik heb trouwens ook mijn smeltery vergroot. Nou, ja. Spring ik erin.